Dit soort situaties bij de 14e Montessori-school moeten met de afsluiting worden voorkomen. Bloembakken en paaltjes maken het straks onmogelijk om door dit deel van de straat te rijden. Ja, dat is heel goed. Palmbomen. Palmbomen, dat zou ik heel tof vinden. Ik vind het een beetje betuttelend te worden ook. Ja, het is niet meer een stad van een stad waar je denkt van er is leven in de brouwerij. Dat zeker niet. Van origine is dit gewoon een volksbuurt. Ja, mensen moeten toch ook met hun auto hier kunnen komen in principe. Dat kun je met OV heel goed oplossen. En ik denk als je echt aan auto verslaafd bent, moet je gewoon niet in de binnenstad gaan wonen. Ongeveer de helft van de straat gaat aan het begin en einde van de schooltijd al korte tijd dicht voor autoverkeer. Die afsluiting moet vanaf deze zomer permanent zijn. Maar bewoners vrezen dat er andere vervelende elementen voor terugkeren. Deze straat heeft een verkeersbestemming. Dus eigenlijk moet die buiten die schooltijden gewoon open zijn. En dan voorkom je ook dat het echt een nog ernstiger hangplek wordt dan het nu al is. De bewoner uitte haar zorg ook bij Stadsdeel Centrum. Een meerderheid van de Stadsdeelcommissie vond, net als haar, dat een afsluiting alleen tijdens schooltijd genoeg is. Maar het dagelijks bestuur koos toch voor een volledige afsluiting. Het klinkt natuurlijk een beetje hard, maar ik vind het eigenlijk een beetje onbehoorlijk bestuur dat je een democratisch gekozen club niet serieus neemt. Toch zijn er ook voorstanders van meer autovrije straten. Als er genoeg parkeerplekken elders zijn, dus aan de rand van de stad, net zoals nu met de metro in Amsterdam-Noord, vind ik dat een supergoed idee. En je kan daar voor heel weinig geld kun je parkeren. Dan kom je met de metro de stad in en dan pak je hier je fiets. Dat doet u? Ja,